Hey guys, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze make-up look maakt. Dit is mijn everyday make-up routine. En ik krijg heel vaak de vraag hoe ik mijn make-up doe en welke make-up ik allemaal gebruik. Dus ik dacht, ik laat het vandaag allemaal aan jullie zien. Dit is mijn eerste YouTube video en ik vind het heel erg spannend. Dus laat me weten of jullie het leuk vinden. Misschien komt er nog wel een keer een vervolg van. Maar ja, laten we maar snel beginnen met de make-up look. Dit is alle skincare die ik gebruik voordat ik aan mijn make-up begin. Het is echt heel erg uitgebreid de laatste tijd. Vroeger gebruikte ik eigenlijk alleen dagcreme. Maar hoe meer ik op TikTok zit, hoe meer ik koop en hoe meer ik word geïnfluenced. Ik begin altijd met de Glow Recipe Tonic. Om eerlijk te zijn, ik weet niet precies waarvoor het is, maar het is wel heel erg hydraterend. Het verfrist heel erg mijn huid voordat ik mijn make-up begin, dus ik vind dat heel erg fijn. Ik wrijf het gewoon helemaal uit over mijn handen en dan dab ik het zo in mijn gezicht. Nou, als ik dat heb gedaan, dan ga ik altijd met de Hyaluronic Serum in van The Ordinary. Stel je voor, je draagt heel erg vaak ringen. Het is het best om dat af te doen als je je skincare doet. Want in je ringen zitten heel erg veel bacteriën. Dus dat werkt heel erg averechts als je je skincare aan het doen bent. Gewoon een tipje van Vie. Nou, heb ik dat gedaan. En dan ga ik in met de CeraVe Moisturizer. Deze is ook vrij hydraterend, vind ik. Ik heb een best wel droge huid. Vooral een droge T-zone. Dus ja, ik vind dit echt heel erg fijn. Daarna ga ik in met de dagcreme van de Lidl. Klinkt heel erg gek, een dagcreme van de Lidl. Het is van het eigen merk Lidl, Shen. En dit is echt een hele goede dagcreme. En er zit SPF 15 in, dus dat is altijd goed. Ondertussen ga ik even een lipmasker aanbrengen. Het lipmasker is van Olay Gulze. En je krijgt er hele zachte lippen van. Daarna ga ik met dit vitamine C cremetje van gewoon eigen merk Kruidvat in. Hij is echt bijna op. Ik ben echt de laatste beetjes eruit aan het halen. Daarna gaan we een beetje mengen. Ik gebruik de Miracle Blur Cream van Olay Gulze. En die meng ik met tanning drops. Ik heb de tanning drops van Shea en de tanning drops van Drunk Elephant. Dit zijn mijn favorieten. Dus voor de verandering gaan we vandaag eventjes de C gebruiken. Dan breng ik zo aan. Een hele dikke crème. En die blurt dus je poriën. Dan pak ik de tanning drops erbij. En dan breng ik die daarbij aan. Zo. Zo. Nou, nu is mijn skincare eigenlijk wel klaar. Dus nu kunnen we beginnen met de make-up. Als ik foundation gebruik, gebruik ik de Flawless Filter of de dupe van e.l.f. Dit is vandaag niet per se nodig het op te doen. Want ik begin weer een beetje sproetjes te krijgen. En ik vind het wel leuk als dat er doorheen blijft komen. Dus deze ga ik vandaag niet gebruiken. Maar als ik deze gebruik, heb ik de e.l.f. in shade 1. En de Charlotte Tilbury in shade 2. Nou, dan begin ik altijd met een bronzer. Ik gebruik de contourstick van Milk. En die breng ik aan met een kwast van Real Techniques. En die spuit ik altijd een beetje met de setting spray van Charlotte Tilbury. En dan breng ik dat aan bij mijn cheekbones. En dat dep ik echt heel natuurlijk erin, zodat je de meest natuurlijke look krijgt. En het geheim voor een natuurlijke make-up look is gewoon echt blijven blenden. Blijven blenden. En ik dep het dus eerst op een kwast, zodat je dus de meest natuurlijke look krijgt. Anders krijg je heel snel van die strepen als je het contour gelijk aanbrengt op je gezicht. Nou, de contour is klaar. Ik deel het eerst contour en daarna ga ik concealer doen. Ik heb op dit moment de concealer van Maybelline. Ik ben alleen niet de grootste fan van de applicator, dus ik breng dit gewoon altijd aan met een kwastje. Dit kwastje is van Wrong Shadow, de Angled Shadow Brush. Als je het met een kwast aanbrengt, is het ook het meest natuurlijk. Want hiermee breng je veel meer product aan dan met een kwastje. Dus het gaat veel egaler. En dan pak ik een beauty blender erbij. En dit is de beauty blender van Real Techniques. En die wordt echt heel erg groot en squishy als je hem nat maakt. En dat blend je dan gewoon heel egaal uit. Ik moet zeggen, deze concealer is ietsjes te licht voor mij. Alleen, mijn zus gebruikt regelmatig mijn make-up. En op dit moment heeft ze mijn concealer meegenomen naar een vriend. Vind ik op zich prima, alleen dat is wel meer mijn kleur. Om te voorkomen dat dat gaat crushen, ga ik het gelijk zetten. En onder mijn ogen week ik vaak. Ik gebruik de Loose Setting Powder van Olay Gulze. En de beek breng ik aan met een powderpuff. Die zet ik dan echt
onder mijn ogen. Ik trek niet een heel mooi gezicht als ik dit doe. Terwijl ik de poeder een beetje laat intrekken, ga ik blush doen. Ik ga vandaag voor de blush stick van Milk. Deze breng ik wel altijd gewoon gelijk aan op mijn wang. Breng ik dus zo hoog mogelijk aan. Dit is de kleur Perk. Dan pak ik mijn de blush brush van Real Techniques. En daar spet ik weer een beetje setting powder op. En dan blend ik dit echt helemaal naar boven. En dan heb je een heel soft blush lookje. Maar ik denk dat ik er wel blush overheen ga doen van de OJ Coolse lijn. En die dip ik erin en dan breng ik die een beetje hier bovenaan. Ik vind het mooi om blush zo hoog mogelijk te doen voor de lifted look die we proberen te creëren. Nou, de basis ziet er echt al heel erg goed uit, vind ik. Dan ga ik een beetje poeder rond deze area's doen, omdat je daar het snelst gaat zweten en zo. Dus dat pak ik met een kwast, want dat bake ik niet. Dat breng ik gewoon heel lichtelijk aan. En ik haal ook de bake weg onder mijn ogen. En dan ga ik nu mijn wenkbrauwen doen. Ik heb echt een heel vies oud paletje waar ik mijn wenkbrauwen mee doe. Niet interessant, ik weet niet meer waar die van is. Er zit geen deksel meer op, staat geen naam meer op. Maar ik gebruik gewoon zo'n soort kleur, dus als je dat in huis hebt, kan je dat gewoon gebruiken. En daar vul ik gewoon een beetje de achterkant en de onderkant mee in. Dat zet ik dan met de Benefit Brow Setter. Dus ik doe eigenlijk niet zoveel bijzonders met mijn wenkbrauwen. Alle liquid producten zitten nu op mijn gezicht. Dus dan ga ik alles zetten met setting spray. En dan ga ik een beetje oogschaduw aanbrengen. Dit is het paletje van I Love Makeup. Er zat een deksel ooit op. Die ben ik verloren. Maar ik gebruik gewoon een bruine lichte kleur voor over mijn oogleden. Gewoon om een beetje een basic lookje te maken. Dit is gewoon mijn everyday make-up look. Ik gebruik normaal de bronzer van Charlotte Tilbury. Maar die heeft mijn zus meegenomen. Dus die heb ik op dit moment niet bij me. En als je je oogschaduw lookje niet mooi vindt, gewoon blijven blenden. Altijd blijven blenden en uiteindelijk kom je er wel. Heel neutraal, maar ik vind het wel heel erg mooi. En met een iets donkerdere kleur heb ik een kleine wing gezet. En dit zet ik ook weer met setting spray. Setting spray gebruik ik ook gewoon heel erg om mijn huid te blijven hydrateren. Dan is het tijd voor highlighter. En ik gebruik de highlighter van Charlotte Tilbury. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dit is gewoon een hele mooie highlighter. Ik breng altijd gewoon één stipje aan, want a little goes a long way. Zijn we eigenlijk alweer bijna klaar. Ga ik nu mijn wimpers krullen en mascara opdoen. Ik gebruik gewoon een wimperkruller van de Kruidvat. Maakt niet zo heel veel uit welke ik gebruik volgens mij. Voor de mascara gebruik ik de Maybelline Sky High Waterproof. Mijn wimpers staan over het algemeen altijd naar voren. Dus zonder waterproof gaan ze altijd weer naar voren staan. En de Maybelline Sky High maakt mijn wimpers gewoon echt super lang. Dit is echt de beste mascara naar mijn mening die er is. Klaar. En dan als laatste nog eventjes lippen. Ik gebruik gewoon dit potloodje van Essence in de kleur 202. En ik overlijn wel een beetje mijn lippen, maar alleen de bovenkant. Bij de rest van de lippen volg je gewoon de liplijn. En dan doe ik een lipolie op van Dior. Nog een laatste keer setting spray. Dan doe ik de clipjes uit. En dan is dit de final look. Als je het allemaal apart ziet, denk je, oh, het is veel make-up. Maar als je het allemaal bij elkaar ziet, is het toch een vrij naturel look. En daar ga ik altijd voor. In de zomer draag ik vaak minder make-up. Zeg maar vooral als ik dus een tan heb. En op vakantie neem ik ook nooit zoveel mee. Dus ik kan ook wel een keer een lookje maken die ik vaak op vakantie draag, als jullie dat leuk vinden. Maar dit is voor nu mijn everyday make-up look. Laat me weten wat jullie ervan vonden. En misschien wel tot de volgende keer. Bye!